Hallo, mijn naam is Phoenix Star en tot als je kijkt naar een gloednieuwe video van mij op dit kanaal. En een gelukkig nieuwjaar allemaal! Het is weer zover, een nieuw jaar is aangebroken. En dat betekent dus dat we een hele goede, mooie start moeten gaan maken. Met Mario Party 9 natuurlijk. Lijkt me wel gewoon even een leuk idee om het jaar met dit spel te gaan openen. Hoewel ik met niemand anders in de partij ben vandaag. Ik ben vandaag gewoon even in mijn uppie dit spel aan het spelen. Gewoon dat ik het leuk vind en omdat het kan. En omdat ik gewoon even een heel erg leuk idee heb. Ik heb namelijk deze Dino. Dit is Rewes Fruchtschen. Dit zijn hele lekkere flugel ripple shotjes die ik even heb meegenomen vandaag. Ik heb er hier 5 van. Cadeau gehad van Sean Stil. Hartstikke fijn dat je deze video hebt gesponsord. Daar ben ik ontzettend blij mee. En deze ga ik deze video drinken. In combinatie met Mario Party 9. Inclusief nog eventjes een beetje strookbaar voor liqueur die ik even heb meegenomen. Drinken. In combinatie met Mario Party 9. Inclusief nog eventjes een beetje strookbaar voor liqueur die ik even heb meegenomen. Wat is het idee? Nou, Mario Party 9 is niet bepaald een minigame die erom bekend staat om heel erg veel minigames te gaan spelen. Dus daarom leek het mij even een leuk idee om dat te gaan combineren met Mario Party 9. Dus mijn idee is om elke keer als er een minigame te starten, dat wij een shotje gaan nemen. Dus dat wordt één groot feest. Ik speel natuurlijk als mijn boy Yoshi tegenover Daisy, Birdo en Toad, blijkbaar. En we gaan spelen op de Magma... Nee! We gaan er even eentje doen die we nog niet eerder gedaan hebben. Dat is namelijk Bob-omb Factory. Die heb ik nog helemaal niet gedaan in deze game. Ik ga even mijn televisie wat harder zetten, zodat ik het geluid wat harder kan horen. Misschien is het ook even een idee om het geluid van mijn OBS wat harder te zetten. Zo. Dus zeg maar, mijn opnameapparatuur, mijn Dazzle, die is direct aangesloten op mijn Dazzle, op mijn computer en zo. Of zo, geen idee. Ik ben opeens begonnen of we gaan al hartstikke gek hier. Nou, voordat we deze game gaan beginnen wil ik even het eerste shotje nemen van mijn Rues. En een gelukkig nieuwjaar met z'n allen. Laten we er een mooi jaar van maken. Proost met z'n allen. Oh ja. Goed. Voor de rest hoef ik helemaal niks te weten over deze map. Ik heb hier ook nog een redelijk leeg flesje appelsier. Voor het geval dat ik zoiets heb van, jou, ik moet wel eventjes de drank uit mijn keel wassen. Dat is op zich best wel goed speelsier. Als je ooit op zoek bent naar goede alcohol, zorg er gewoon voor dat je een heerlijke fles Apple Bandit Cider bij hebt. Dat komt wel goed. Ik hoop echter niet dat ik zo meteen half op de grond lig van deze video. Ik wil in ieder geval wel een beetje redelijk gezond overkomen. Oh, kijk! Dit is echt de beste start die je kan hebben. Je begint even je pot Mario Party en je begint dan gelijk met een 1 te gooien. Terwijl de rest van je tegenstanders natuurlijk die eerste paar mini-stars in de hele pot bij elkaar verzamelen. Dat is echt de beste start van Mario Party die je kan hebben. Voor diegenen die niet bekend zijn met Mario Party 9, ik zal even uitleggen hoe deze map werkt. Je hebt hier in de eerste helft van deze map, want er zijn 2 helften van deze map. Dit is, voor alle duidelijkheid, dus de eerste helft. Je hebt hier een lopende band die in werking gaat als op één van die vraagteken surprise spaces komen te staan. Ik denk dat het surprise spaces heten. Nee, dat is niet waar. Ze heten event spaces. Als we daarop staan, een heel erg mooi voorbeeld hiervan is dus dit. Dan verplaatst de lopende band alle personages, omdat we dus met z'n allen in één car zitten. En ik word al gelijk voor deze freaking dingen neergezet. Ik hoop dat ik een 1 gooi. Nee, natuurlijk niet. Op het moment dat je het nodig hebt, gooi je natuurlijk geen 1. Gooi je even een 6. Ik heb geen mini-stars, wat dat betreft, dus maakt niet uit. Ik krijg gelukkig wel even 5 mini-stars, omdat ik even precies op de juiste plek stond. Oh! Ja hoor!
Ik speel eventjes in mijn eentje voor één keer in de hele Mario Party serie. En ja, dit is al gelijk wat ik ervoor terugkrijg. Ik hoop in ieder geval wel snel een paar minigames te mogen spelen. Want dan kan ik namelijk zo snel mogelijk even aan dit spel beginnen. Het is stroopwafellikeur, dus daar kun je wel even lekker van genieten, zeg maar. Nu is het niet mijn intentie natuurlijk om zo meteen half dronken deze video te verlaten. Maar ja, het is, je kan natuurlijk niet van tevoren weten van, yo, dit gaat er gebeuren. Oh, nice! Is deze in ieder geval haar dicebox kwijt. Het is niet alsof het een heel erg belangrijke dicebox is wat dat betreft, maar het is in ieder geval wel mooi om het haar te zien verliezen. Het ding is, Daisy is echt verschrikkelijk om tegen te spelen in dit verschrikkelijke spel. Oké, ik moet dus een 5 gooien om die boss battle te spelen. Dit gaat vast fout. En ik gooi een 6. Natuurlijk joh, natuurlijk. Het was in een... het originele plan was dat ik elke keer als ik een 6 gooide ook een shotje zou nemen. Maar dat is er uiteindelijk niet van geworden, omdat, nou ja, ik denk dat je wel kan raden waarom. Maar wat wel zo is, is dat we een boss battle ingaan. En ik tel een boss battle gedurende deze video lekker als minigame. Dus oftewel, deze fles gaat open. Die gaan we wel eventjes bijvullen, het shotglaasje. Dus zo. Hoppakee. En die gaan we dan zo, hoppakee, in mijn kills douwen zo meteen. Zo. Dus als shot nummer 2 voor alle duidelijkheid, mensen. Oh ja. Let's go for it. Suck it to Lucky 2. Dat is mijn favoriet uit deze hele categorie. Tenminste, uit deze 3 minigames die we mogen uitkiezen. De stroopwafellikeur smaakt trouwens exact naar stroopwafels en daar hou ik wel van. Daar maak je mij absoluut vrolijk mee. Laten we in ieder geval gewoon beginnen met deze allereerste minigame van de hele pot. Het verbaast me dat we niet nog meer minigames aan het doen zijn, momenteel. Want ik heb natuurlijk Mario Party video's gemaakt in het verleden waar we meer minigames dan dit hebben gedaan. En dat vond ik allemaal hartstikke leuk. Maar ja, op het moment dat je natuurlijk minigames nodig hebt. Want mensen willen mij natuurlijk hartstikke dronken zien worden waarschijnlijk. Want anders kijken ze deze video niet. Weet je wel. En ja, vervolgens wordt de Phoenix Star even niet dronken. Omdat, ja, ik gewoon ervoor kies om een Mario Party game te spelen. Waar we anders toch nooit heel veel minigames te spelen krijgen. Dus ja, echt het beste spel om te spelen in dit geval is niet echt bepaald. Nee, dat is het niet. Maar het is wel gewoon even leuk om mij even te zien falen in dit spel. Want ja, ik weet dat sommige mensen die naar YouTube zitten te kijken gewoon puur naar YouTube komen voor een beetje leedvermaak. Ik breng je een klein beetje leedvermaak in deze video. Geen zorgen. Ik ben in ieder geval lekker bezig. Wat ik denk is trouwens met leedvermaak. Ik ken aardig veel tv-shows die zich ontzettend hard richten op leedvermaak. Hoe weet ik dit? Omdat, ja, hoef ik eigenlijk niet eens uit te leggen. Je ziet wel, als je een serie kijkt die puur draait om leedvermaak, dan weet je wel, dan herken je dat wel, zeg maar. Dat zijn nou het soort programma's wat ik persoonlijk het leukst vind om te kijken. Talentenzeeën in de lucht, Wipeout, Takeshi's Castle en zo, weet je wel. Dat is leuk. Want ook al, je ziet de mensen die erin zitten op een best wel heel erg hilarische manier onderuit gaan. Echt keihard onderuit gaan. Vaak ook best wel heel erg pijnlijk onderuit gaan. Maar ja, wat het leuke is aan dat soort programma's is dat ze wel op de meest hilarische manieren eronderuit gaan, zeg maar. En wat dan ook zo hilarisch eraan is, is dus dat ze vaak heeft het iets te maken met ballen of met
een voertuig of wat dan ook. Te laat te zien in de lucht is in, in deze categorie mijn persoonlijke favorieten. Gewoon puur omdat er zoveel rare voertuigen werden gebouwd in dat programma. Het was zeg maar een programma waar je verschillende onderdelen had. Zoals je had fietsen erin, waarin je een hele smalle balk overheen moest fietsen. En dan vervolgens zo recht mogelijk vooruit moest proberen te fietsen ofzo. En dan moet je de overkant halen en bellen. Nou, als dat je een beetje half dronken bent, als dat ik momenteel aan het worden ben, dan is dat best lastig. Ik kan me wel voorstellen dat er een aantal mensen waren die Milje speelden aan dat programma, die een beetje half dronken waren toen ze eraan begonnen. Dus ja, dat is best wel hilarisch eigenlijk om te zien, vind ik. Ik kan er altijd wel van genieten in ieder geval. Laten we gewoon ondertussen even proberen om dit spel even te winnen. Maar goed. Oh, de Bowser minigames. Die zijn altijd leuk. Of de Bowser Jr. minigames, net hoe je het noemen wil. We weten wat dat betekent. Laten we in ieder geval deze fles even openmaken. Dan kunnen we namelijk zo meteen even leeg drinken. Ik wil eerst even weten wat voor minigames we gaan doen zo meteen. En voor alle duidelijkheid, we spelen tegenover Bowser Jr. Ik moet samenwerken met één van mijn tegenstanders. Perfect. En ik speel ook nog even met Daisy. Als we winnen, dan krijgen we 5 extra mini-stars. Maar als we verliezen, dan ja, verliezen we 5 mini-stars. Voor alle duidelijkheid. Ik ken deze minigame niet, maar ik ben altijd open om even iets nieuws te proberen. Dus ik ga het gewoon doen. We kunnen er wel lang over door blijven lullen, maar we gaan het gewoon proberen. Shot nummer 3. Er nog 1. Oké. Okay. Bosvrucht is trouwens niet bepaald mijn favoriete smaak. John, ik bedank je zeer voor je donatie, maar niet echt een heel erg groot succes dit. Ik denk dat ik het voor de rest van de video gewoon hou bij de stroopwafel. Als ik überhaupt nog kom bij andere minigames. Het verbaast me trouwens dat ik nog geen normale andere soort minigames heb gedaan. Zeg maar de normale soort minigames. En met normale soort minigames bedoel ik natuurlijk de 4 speler, de hoe heet dat? 1 tegen 3. Dat was zeg maar de bedoeling. Het was de bedoeling dat we Bowser Jr. pakken. En dat is gelukt en daar krijg je dan 5 mini-stars voor. In principe niet heel erg moeilijk zou je zeggen, maar we zijn met z'n tweeën. En aangezien wij dus allebei aan een andere kant hangen. Want ja, je kon dus ook de andere kant op gaan door die hekken. Dus dat is best wel chill, I guess. Oké, we gaan gewoon eens even kijken wat Toad ervan bakt verder. Hij gooit een 5, echt fantastisch. Hij krijgt ook gelijk al even 10 freaking mini-stars erbij. Nu heb ik het geluk dat ik er 27 heb, want anders stond ik nu op de tweede plek. En daar heb ik geen... Oh, nee! My god! Ik heb het er aan het begin van de video over van... Oh, we hebben bijna geen minigames gespeeld deze hele game. Wat doen we? We doen opeens minigame na minigame na minigame. We weten wat dat betekent. Welke minigame gaan we spelen? Oh nee, please. Dit is echt verschrikkelijk. Ik heb hier geen zin in. De bedoeling is zeg maar, wij worden opgejaagd. En het is de bedoeling dat wij van de Koopa Troopas weg proberen te blijven. Het is moeilijker dan je denkt, lijkt mij. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Shot nummer 4, mensen. Zo, mijn hemel. Oh, heb ik trouwens gezegd dat je dit niet thuis moet uitproberen? Ik denk het niet. Nou, goed. Bij deze probeer het niet thuis. ik zet wel gewoon even een waarschuwing aan het begin van de video neer. De bedoeling is dat we een deur pakken. Nee, ik ga naar de andere deur. Shit. Oh, moet je wel echt... Dit is echt raar gewoon. Dit is gewoon een kwestie van
Je moet zeg maar gokken welke deur je wel en welke je niet moet pakken. Ik weet ook niet hoeveel deuren we moeten openmaken om het spel daadwerkelijk te stoppen. Oh, zo dichtbij. Waarschijnlijk gaat dit gewoon eindeloos door totdat er uiteindelijk maar één overblijft. Daar heb ik op zich niks tegen. Ik vind het leuk dat ze dat soort leuke uitdagingen erbij gooien. Maar leuker had het geweest als dat er zeg maar, op een gegeven moment ook een einde aan was. Dat je na drie deuren zeg maar de uitgang hebt gevonden van het hele kasteel. Maar dat heb je blijkbaar niet, dus oké, prima. Nu vraag ik me eigenlijk ook wel eens af wat die robots allemaal met de personages gaan doen als we eenmaal gevangen... Oh, kijk! Dan krijg je wel wat minder mini-stars, maar Birdo die is dan daarentegen wel weer even goed de Sjaak als zij hoger dan een 1 gooit. En de kans dat je een 1 gooit is heel klein. En bij deze het bewijs, zeg maar. Verbaast me trouwens dat ik nog redelijk... Ik ben wel een beetje... Mijn stem begint een klein beetje minder te worden, heb ik het idee. Shot nummer 5! Yay! De laatste plek verliest 10 mini-stars, dat ook nog. Godsamme. Nee! Dat kan ik er niet bij gebruiken. Gosh darn it. De minigames begon alweer zo'n beetje heel erg hard in te kicken momenteel. En weet je wat nou het vervelende is? Deze flesjes zitten nog redelijk goed dicht. En ik heb nogal zweethanden, dus dan moet je heel erg hard gaan drukken. Kijk, dat klonk heel raar. Maar, shot nummer 5, dames en heren. Echt, als ik aan het eind van de video... Ik krijg het sowieso van elkaar om al die 5 flesjes leeg te zuipen zometeen. Dat garandeer ik je nu al. Alright. Dit is echt de beste video die ik ooit heb gemaakt. Want ik mag lekker alcohol drinken. Niet alsof het het beste idee aller tijden is ofzo. Maar het is wel... Het is wel leuk. Het is op zich wel even leuk om een klein beetje een leuke twist te geven aan Mario Party. Want ik heb tot dusver alleen maar de meest standaard Mario Party video's gemaakt die ik kan bedenken. Het is gewoon, ik nodig een paar vrienden van me uit. En we gaan gewoon even lekker een potje Mario Party spelen. Ik heb er verder helemaal niks bijzonders mee gedaan. Ik heb gewoon gezeten en gewoon gespeeld. En voor de rest gewoon een beetje slap geluld. Maar, dit is daarentegen wel even leuk, zeg maar. Alcohol met Mario Party, dat is een leuk idee. Ik ben verrast dat ik dat niet heel erg regelmatig ben tegengekomen op YouTube. Ik heb heel erg veel video's gezien van mensen die een bepaalde twist proberen te geven op een bepaalde hele basic game. Pro Jared heeft dat bijvoorbeeld wel eens gedaan. Die heeft drank gedronken, maar dan ook heel veel drank tijdens een potje... Go Fish met Mario's Game Gallery voor DOS, zeg maar. En die heeft ontzettend veel gedronken, maar ook ontzettend veel. Tot het punt dat hij bijna niet meer overeind kon blijven zitten. Dat vond ik wel leuk om te zien. Ik vond het een leuke video op zich. Het is niet echt een video waarvan ik zit van, ja, dit wil ik 100 keer kijken of zo. Maar het was wel een leuke video om te zien. Ik heb trouwens dik gewonnen in deze minigame. Perfect! En Daisy, omdat zij de laatste plek staat, verliest ze 10 mini-stars. Daar doen we het voor. Ik wil Daisy ontzettend graag zien verliezen, namelijk deze game. En dan zul je net zien dat we op die Bowser Space zo meteen staan en dat we dan vervolgens een reverse minigame gaan spelen. Dan mag ik weer een shotje nemen. Mij hoor je niet klagen op zich, het is leuk. Maar ik wil op zich wel een klein beetje snugger overkomen deze video. Ik ben trouwens, ik sta dik op winnen. Ik moet dat vooral niet te vaak gaan luiden zometeen. Want ja, het is een beetje lullig als dat ik zometeen... op winnen sta en dat ik vervolgens keihard verlies. Mijn eerste Mario Party video die ik heb gedaan met Julian en Mick...
was wel een heel erg mooi voorbeeld hiervan. Want wat nou het probleem was, ik weet hoe deze Captain Event werkt, by the way. Dus dat hoef ik niet te weten. Ik moet zeg maar uitkiezen wie van deze slachtoffers, laat het even zo zeggen, als eerste en als tweede mag. Dus dat is even leuk. Wat zeg maar een beetje het ding is, is het volgende. De voorgaande paar Mario Party video's die ik heb gedaan met onder andere Mick, die zijn als volgt gegaan. Ik heb zeg maar Mick en Julian gevraagd om mee te doen. Helemaal prima, ze deden mee. En dat hebben we allemaal, en we hebben hartstikke hard gelachen. Ik stond keihard op Will op een gegeven moment. En ja, moet je eens raden wat er dan... Oh! Oh, dat is echt naar. Nee! Dat wilde ik echt niet. Dat wilde ik echt niet. Ik had gehoopt dat Daisy gewoon bij 0 ging blijven. Nou ja, in ieder geval bij 3. Gaat niet gebeuren blijkbaar. Ik baal hiervan. Ik baal hier ontzettend van. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Dus ik ben de enige die zonder mini-stars doorgaat. Maar ik had zeg maar ontzettend veel mini-stars. En ik ben meerdere keren gewoon de helft van mijn mini-stars verloren. Gewoon puur omdat ik zo ontzettend goed bezig was met de game. En omdat ik op een gegeven moment gewoon een hele domme beslissing maakte ofzo. Ik heb geen idee wat er precies gebeurde, maar er was in ieder geval iets heel erg goed misgegaan. En ik baal er nog steeds heel erg van dat het gebeurd is. We krijgen in ieder geval een bezoekje van Bowser, die heeft wat leuks voor ons in petto. A whole bunch of presents! En natuurlijk zegt Daisy ja, omdat zij een fucking bitch is. Dat heb ik nog niet, dat zeg ik niet vaak. Maar dit is een van de weinige keren waarom ik dat zeg. Daisy is een fucking bitch. Of was het Toad? Nee, het is Toad! I'm impressed, Daisy. I'm very impressed. Ja, ik ben waarschijnlijk keihard de lul meteen. We krijgen overigens een Bowser ding. Ja. Er gaat niks boven een lekker flesje cider. Battle for help. Oh! Is dit alleen voor Toad of... Ja! Oh, dat is zuur. Want volgens mij had Toad niet eens zo heel veel. Zo, hij had er 25. Oh, dat is balen, man. Dat is echt balen. Het spijt me zeer. Het spijt me zeer. Ik heb er wel van genoten in ieder geval. Het was wel mooi. We gaan gewoon verder met de volgende. We hebben echt heel weinig normale minigames gespeeld. We hebben heel veel battles gespeeld. We hebben een boss battle gedaan. En Daisy, jij moet niet zoveel mini-stars krijgen. Wat jij nodig hebt is een Bowser time. En die krijgt zo. Dat is mooi. We hebben niet heel erg veel free-for-all minigames gespeeld. En dat verbaast me wel, want we hebben die tot dusver altijd gehad. Battle for Half Human Mini-Stars. Is dat voor... Dat geldt voor ons allemaal. En we weten wat dat betekent. Godsamme. Ik begin echt een beetje van... Yo. Dit is nog een battle minigame. En we spelen voor 26 mini-stars. Met z'n allen. Die moet ik sowieso winnen. Want dat zijn heel veel mini-stars. En ik ben een beetje gretig wat dat betreft. Bumper Bubbles. Wat doe je me aan? Serieus, wie was dit ook weer trouwens? Daisy of niet? Geen idee. Maar het maakt niet uit. Want we moeten weer een shotje nemen. Proost met z'n allen. Alright. Dit gaat echt wat worden. Op deze manier. Bumper Bubbles allemaal. Dit was trouwens volgens mij mijn zesde shotje. Zometeen haal ik er nog 10. Mijn hemel. Misschien dat ik mijn editor even ga vragen om een beetje mijn... Oh nee, hoe ging dit ook alweer? Hoe ging deze minigame ook weer? Ik ben het compleet vergeten. Wacht even.
Hoe werkte dit? Hoe bestuur je dit ook alweer? Oké, wacht even. Hoe moet je dit? Hoe doe je? Mijn hemel, ik ben echt de bestuurder compleet vergeten van deze minigame. Weet je wat het probleem is? Oh, mijn hemel! Wegwezen, Daisy. Oh, you motherfucker! Ik ga dit ding verliezen en dit de helft van mijn mini-stars verliezen. Dood. Raak zo'n ding. Dank u. Niemand. Nee. Ga weg. Oh, ik heb echt dik verloren. Oh, dit is echt erg gewoon. Dit is echt gewoon erg. Wat me trouwens dat... Ja. Will you just... Get away from me. Please. Whoops, we can't split up. Oh, nee. Ja, de Bowser heeft natuurlijk nog steeds... 2 mini-stars over, maar dat kunnen we missen. Mijn hemel. Hoeveelste plek sta ik? Ik sta nog steeds eerste. Ik ben de helft van mijn mini-stars verloren vandaag, maar... Ik sta nog steeds... Oh! Ik juich ook gewoon weer te vroeg, hè. Gooi een 6, alsjeblieft. Ja, boy! Dat is precies goed. En een Bowser time! En de helft van je mini-stars weg. En terecht, trouwens. Dit is wat ik wilde zien. Alhoewel, we krijgen wel weer een Bowser time. Heel veel Bowser vandaag. Ik weet niet precies wat het is ermee, maar... Get 10.000 mini-stars. Het is mogelijk om die get 10.000 mini-stars te halen. Ik heb hem ooit eens een keer gehad. Maar gebeurt niks. Letterlijk, het is gewoon... Hey, Bowser geeft je 10.000 mini-stars. Nee, die geeft hij je niet. Heeft hij 10.000 mini-stars? Dat wil ik wel eens weten. Ik geloof het niet namelijk. That should shake things up a bit. Ja. Het zal wel. Maar in ieder geval gewoon even verder gaan de rest again. Het is waarschijnlijk heel erg, heel klein beetje moeilijk te verstaan. Nou, we gaan verder met de volgende. Wordt het een 2 of een 3? Shotje. Weet je waarom? Minigame. En ik gooi een 6. Technisch gezien, minigame. Dus, shotje. Ik ben zo blij. Ik ben de gelukkigste persoon op aarde. Dat is 7 shotjes deze video. Ik hoop dat jullie tevreden zijn. Zijn het 7 shotjes deze video? Editor, hou het even bij voor me alsjeblieft. Oké, deze heb ik al een keer gedaan met Nick en Julian. Dus ik wil eigenlijk deze wel doen. Jullie weten met z'n allen wat dat betekent. Jullie zijn degene dat... jullie zijn de reden waarom ik dit doe. Ik zou dit niet gedaan hebben... Als dat ik niet zo ver ben gekomen met YouTube als dat ik vandaag de dag ben. En dit flesje gaat heel erg moeilijk open. Zoals ik al zei, zweethanden. Weet je wat? We doen het gewoon even met een stroopwafel. Want ik ben gewoon een klein beetje klaar ermee dat ik mijn zweethanden constant in de weg heb zitten van die kleine vlugels. En dit is gewoon een klein beetje afgelopen momenteel. Het is klaar. En ik ga met deze minigame zometeen de video afsluiten. En zien of dat we gewonnen hebben of niet. We spelen op 15 mini-stars. Oké. Dus oftewel, dit is de laatste minigame. We gaan spelen vanavond. We gaan er heel veel lol aan beleven. Let's do this, you guys. Het is misschien een heel erg teleurstellende aflevering van Mario Party. Ik had ook echt verwacht. Ik had ook gewoon serieus verwacht. Dat we zoveel meer minigames ook gewoon zouden spelen. Want ik heb ook gewoon iets van 10 minigames gespeeld. Waarvan er, ik denk, 6 daadwerkelijk normale minigames waren. Dus ik had gewoon serieus verwacht... Van jou, dit wordt een hele goede aflevering. Omdat redenen, weet je wel.
Dus... ja, ik weet ook niet wat ik dacht op een gegeven moment. Ah! Dat is ook mooi. Dat zie je best wel heel erg regelmatig deze manier, hè. En dat, dat is nou juist wat ik zo mooi vind hieraan. Is dat er... Want het merendeel van de groep gaat waarschijnlijk voor die hele grote. Zie je wel? Want die hele grote, die levert de meeste punten op. Dus ja, tuurlijk gaan ze daarvoor. Maar het leuke aan deze minigame is dan ook nog... dat ik kan niet zien wat mijn tegenstanders willen pakken. En ik heb geen idee wat hij nu van plan is te doen. Oh, hij geeft ons waarschijnlijk minder tijd of zo. Is dat een beetje wat er aan de hand is? Want ik zie wel een timer bovenin. 10 seconden, ik weet niet of dat minder was dan net... Maar het maakt het niet heel erg gek van... Oh, dat is wat er gebeurt. I see. Oké. Dan gaat waarschijnlijk het merendeel van de groep zo meteen voor de 1. En dat... het gaat weliswaar eventjes goed. De keer. Boom. Verlies je punten. Ik wil jullie de punten zien verliezen, jongens. Ik denk dat het ook iets mee te maken heeft met dat ik de bots... wat makkelijker staan. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Ik dacht dat ik weliswaar even wist waar ik het over had vandaag. Het blijkt erop dat ik eventjes niet gelijk had. Maar het geeft niks. Want ja, het is toch gewoon leuk om even te zien hoe ik faal, denk ik. Daisy, is dat de final? Ah, oh, dat is nou jammer. Ik zat te hopen dat het de final attack zou zijn, maar nee, die gaat waarschijnlijk aan Birdo. En die heeft waarschijnlijk de meeste punten aan het eind van de pot. En dan heb ik dus die 15 mini-stars niet. En dat zou zonde zijn, want ik moet deze pot namelijk winnen. Zie je al, final attack is van Birdo. Dus oftewel, zij heeft net 1 crunchje meer. Ik heb trouwens meegekregen dat Birdo een transgender is. Of dit ook daadwerkelijk waar is, geen idee. Dat is wat ik ooit een keertje mee heb gekregen van mensen. Maar oké. Het was in ieder geval weer leuk. Het was in ieder geval lachen, gieren, brullen. En het is niet een heel erg groot gemis, want ik krijg wel de captainbonus van 4 mini-stars. Ik heb het idee dat ik het merendeel van deze minigames heb geleid. Dat ik de captain event en de 2 boss battles heb gedaan als captain. Dus dat was wel leuk op zich. Dit was een heel erg teleurstellende video, denk ik. Ik had serieus verwacht dat er veel meer zou gaan gebeuren. Veel meer alcohol er doorheen zou gaan. Misschien had ik dit spel beter kunnen combineren met bijvoorbeeld een Mario Party 8 of zo. Dat ik elke keer als ik eerste word een shotje nam. Maar dat kan ik ook op zich combineren met dit spel. Want ik heb dit spel iedere minigame gewonnen. Maar ja, dan was ik waarschijnlijk dood. Daar heb ik nou ook weer niet heel erg gek veel zin in, zeg maar. De Slow Star gaat ongetwijfeld naar een van de middelste gasten. Ja, die gaat naar Daisy natuurlijk. Dus, oftewel, ja, Daisy krijgt weer meer mini-stars dan dat ze verdient. De Spin Star, ik weet niet eens. Heeft iemand de Spin überhaupt gehad? Ik weet het niet. Serieus, ik ben het compleet kwijt. Daisy heeft in ieder geval heel erg veel bonus stars gehad, dus ik zou er niet heel erg veel vertrouwen in hebben dat ik dit gewonnen heb. Toont in ieder geval niet. Ik weet inmiddels hoe dat wel werkt in dit spel. Birdo heeft hij niet, dus dat is mooi. En de winnaar is... nog steeds Yoshi. Hoeveel scheelt het? Vraag ik me af. Want ik heb 50 mini-stars, dat is niet veel. Hoeveel scheelt het? Ik ben ontzettend wel benieuwd naar de statistieken hiervan. Dus laten we daar eens even naar kijken. Het scheelt 16 mini-stars. Serieus? Ik had verwacht dat er meer zou zijn, maar deze had zoveel bonus-stars gehad. Het scheelt gewoon 5, het scheelt gewoon 16 mini-stars. Dat is best wel impressive eigenlijk. Ik ben trots op mezelf. Het is, mini-stars, ja, oké. Dat is, er zijn geen luckies of unluckies gevallen. Dat verbaast me wel. Dit is een heel erg saai potje geworden. Ik ben zo ontzettend teleurgesteld. Er zijn geen free-for-all minigames gevallen. Niet 1, gewoon geen.
Er waren ook gewoon heel erg weinig van die spaces. Ik dacht dit was een hele interessante aflevering of zo. Nee, dat is het totaal niet. Ik kan op zich nog een potje hierna gaan doen, maar ik vind het zo wel even goed. Ik heb genoten hiervan. Het was ontzettend lachen. Ik heb weer eventjes een flinke hoeveelheid alcohol op deze avond. Dus ik bedank jullie allen voor het kijken naar deze video. Dit was een ontzettend leuke start van 2019. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Zo ja, laat me zeker weten door dat duimpje omhoog te doen. Abonneer je op mijn YouTube kanaal en sluit je aan bij de notificatiesquad voor nog veel meer van dit soort toffe video's. En dan zien wij elkaar hopelijk bij de volgende video. Dit is Phoenix Star signing out.